zoals hier vandaag in het gezellige Kasteleinshoven in Zoorsel. En we gaan voor u het streekgerecht consciencepotje bereiden. Wat is het consciencepotje? Het consciencepotje is een stoofpotje dat zijn oorsprong vindt in het wereldberoemde boshuisje in Zoorsel, waar Conscience op een van zijn reizen door de Kempen het waarschijnlijk zal geproefd hebben. Is dat 100% waarheid? Dat weten we natuurlijk niet, maar we gaan ervan uit. In ieder geval, wat hebben we gecreëerd? Het is een consciencepotje, een heel lekker consciencepotje. En wat hebben we daarvoor nodig? Uiteraard 3 soorten vlezen. Varkensvlees, kalfsvlees en rundvlees. Daarbij de groentjes, champignons, ajuin, courgette. Voor de bereiding uiteraard ook het Westmalse trippelbier. En als kruiden uiteraard peperzout, tijm en laurier. Voor de verfijning of voor de afwerking van het gerecht hebben we ook broccoli en bloemkool, kriel, aardappeltjes en een gestoofd peertje in rode wijn. En uiteraard de wortel. Wortels snijden we gewoon in blokjes. Dat moet allemaal niet zo fijn zijn, dat mag in grove stukken. Hebben we alles klaarstaan, dan kunnen we starten met het gerecht. De wortelen hebben we dus gesneden, die gaan bij de andere gerechten. Ondertussen hebben we onze stoofpot opgezet en gaan we daar een beetje olijfolie in doen. En uiteraard een klontje boter. Boter goed warm. We gaan de verschillende soorten vlees apart aanstoven. Na het aanstoven gaan we die samen terugbrengen in één pot. Waarom doen we dat uiteraard? Omdat het rundstoofvlees een langere gaartijd nodig heeft dan het kalfs of het varkens. We beginnen met het varkensvlees aan te stoven. Zout en peper voegen we onmiddellijk toe. Op een hoog vuur aanbraden. Als al het vlees goed gekost is, halen we het eruit en we doen ook terug een beetje olijfolie en boter en dan nemen we het kalfsvlees. Waarom doen we dat? Omdat we dus het aanbaksel willen gebruiken voor de smaak van het gerecht. Is het vlees goed aangestoofd, nemen we een andere pot en brengen we het vlees er voldoende vetstof in, dan moeten we natuurlijk niet bijvullen. Nu het kalfsvlees.
goed aankosten. Het kalfsvlees en het varkensvlees moet u wel apart houden na het aanstomen. Want een kalf of het varken heeft een iets langere gaartijd nodig. Het is daarom ook dat we het rundvlees het laatst aanbraden. Dan kan dat ineens in de pot blijven. Het kalfsvlees is ook aangestoofd. Een beetje vetstof. Een beetje boter. En dan als laatste het rundvlees. Ook weer peperzout. Het rundvlees goed aangekorst. Gaan we nu de ajuinen erbij doen. Afblussen met wat kippen of rundbouillon. De smaakmaker triple van Westmalle. En dit kan u stoven 15-20 minuten. Daarna gaan we het kalfsvlees erbij doen en daarna het varkensvlees, omdat het in dit geval een beetje kleiner gesneden is. Nu gaan we het kalfsvlees en het varkensvlees toevoegen bij de stoofpot. Tegelijkertijd doen we de wortelen. De wortelen hebben een iets langere gaartijd nodig. Dus nu gaat het trapsgewijze gaan we het gerecht klaarmaken. Dat wil zeggen dat we nu eerst de wortelen en dan binnen 10 minuten de courgette en de champignons. De kruidenpuiltje kan ook toegevoegd worden. Is er niet voldoende vocht, nemen we nog een beetje kippenvol of voor de liefhebbers nog een beetje trippel. En nu laten we dit
onder deksel zachtjes stoven. Na een vijftiental minuten stoven gaan we de volgende groenten erbij doen. De courgette en de champignons. En dan kan deze stoofpotje verder garen. Een uurtje, een uur en een kwartiertje. We zijn nu bijna een twee uur verder. Ons stoofpotje ziet er heerlijk uit. Ter verfijning van het gerecht gaan we nog een beetje room toevoegen. Eventjes laten trekken, het deksel erop en wij zijn klaar om ons bord te dresseren. Nu gaan we over tot het dresseren van het bord. We nemen enkele mooie stukjes, zowel van het kalfs, het runs als het varken, met enkele groentjes. Daarbij komt het bloemkoolroosje en de broccoli. Het peertje en de krielaardappeltjes. Alsjeblieft, het conciencepotje. Bij dit conciencepot hebben we ook een keteltje, een conciencepotje gecreëerd. Dat we nu gaan vullen en dat bij op de tafel komt als repas. Wat ik zou voorstellen om bij dit heerlijk gerecht te drinken is natuurlijk het streekgerecht bier dat erin verwerkt is, de trippel van Westmalle. Eet u smakelijk!